Hij loopt. Hij loopt. Kijk. Hallo allemaal, welkom. Vandaag de loting van de spelavond in Brugterenveld. In dit prachtige kerstmutsje zitten de namen van 8 heren. En 4 van die 8 worden de groepshoofden. Er worden 4 teams gemaakt. 3 van 4 personen en 1 van 5 personen. Vanaf de groepshoofden worden teams verder gemaakt. Dus dan komen de vrouwen erbij. En wordt dus de team samengesteld. Laten we beginnen met de loting voor groepsnummer A. Dirkje van Meteren, groepshoofd A. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk te houden op deze manier. We gaan verder naar groepshoofd B. Carlo Fazanten. Team B, Carlo Fazanten. Wie wordt team C, het groepshoofd? Basje Bel. Kijk, dat gaat de goede kant op. Team D. Het groepshoofd van team D. Ik wil even normaal doen. Jelmer Butt Heres. De groepshoofden zijn bekend. Team A, Dirkje van Meteren. B, Carlo Fazanten. C, Bas Bel. D, Jelmer Heres. Vervolgens zijn de vrouwen toegevoegd aan het prachtige kerstmutsje van Coca-Cola. En we gaan verder met team A. Wie komt er bij Dirkje van Meteren in het team? Dat is Lisa Farwalker. Oftewel Lisa Verloop. Dankjewel, Perl. Carlo Fazanten. Wie zal hem helpen in de strijd om de eerste plek van het Frank en Stijndag show? Pauline Favier. Welkom bij team Carlo. Bas Bel. Jij zal geholpen worden door Werner de Jong. Jelmer Heres, wie zal jouw maat worden in de strijd? Naomi Meijer. Dan gaan we naar team A. Dirk van Meteren en Lisa Verloop. Wie zal erbij komen? Het zal toch niet? Jazeker. Annelieke uit Leuzen. Dan hebben we een stelletje in een team, als dat maar goed komt en geen ruzie zal worden. Carlo en Pauline. Jullie worden geholpen door Cindy Houtskool. Bas Bel, Werner de Jong. Zal er eindelijk een meisje bij komen? Of toch niet? Jazeker. Alice Slomp. Jelmer Heres en Naomi Meijer. Wat hebben we nog over? Het is een vrouw. Natasja van Putten. Die zit bij een maat Jelmer. Team A weer. Dirkje van Meteren. Oh jee, dat wordt het team van de stelletjes hoor. Tom Jacobs. Bij Lisa en Annelieke. Vervolgens team B. Carlo, Paulien en Cindy. Raymond van Dijk. Team C. Bas, Werner, Ellis.
Saskia Vogelpoe. Team D, we hebben nog twee namen over. Het is duidelijk dat het team van Dirk 5 personen zal bevatten. En Jelmer, Naomi en Natasja krijgen erbij. Carola van de Toren van Lopik. En dan hebben we nog één naam over. En jij weet wie dat is, degene die ik nog niet heb opgenoemd. Ik zelf weet het echt eventjes niet, maar we zullen het nu gaan zien. Tuurlijk. Juri Sebastiaan Heres. In het team met Dirk, Lisa, Tom en Annelieke. Ik wil hem even één keer laten zien. En dan mag Pearl weer op het rode knopje drukken om hem af te sluiten.